Uw getuigschrift, voor de mensen die meegedaan hebben, is een analyse van de prestatie van uw agentschap. Enerzijds zijn we gaan kijken hoe presteert uw pandenportefeuille op Immoweb en anderzijds is er een survey gebeurd naar het reactievermogen van uw agentschap. U hebt anonieme telefoons gekregen van MCP Quality Services en die hebben eigenlijk een evaluatie gemaakt van uw reactie op een fictieve lead. Ik wil nog even meegeven, we hebben veel deelnemers gehad, bedankt daarvoor en proficiat. Maar dat document dat is puur indicatief, dat is geen rapport waarmee dat u naar huis moet gaan. Uw resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de andere deelnemers binnen dezelfde provincie. Dus dat document, dat toont u alleen maar hoe dat u zich verhoudt tot die andere agentschappen. Dat is zeker geen waardeoordeel vanwege Immoweb. Het document ziet er zo uit. Eigenlijk grosso modo twee grote building blocks. Blokje bovenaan, dat is de prestaties van uw panden op Immoweb. Hoeveel e-mails hebt u ontvangen? Hoeveel keren zijn uw panden bezocht geweest? En dat wordt afgewogen tegenover dat gemiddelde in de provincie. Om dat een beetje beter te begrijpen en te zien hoe die score tot stand gekomen is, hebben we hier de uitleg bijgezet. Tweede blokje, dat is het evaluatierapport van MCP Quality Services. Zij hebben dus een vorm van mystery shopping bij u gedaan en uw punten gegeven. Nu, het eerste blokje staat op 40% van totaal en het tweede blokje op 60%. Samen geeft dat dus uw totale score hier rechts. Melina, die komt u nu even vertellen wie dat er gewonnen heeft. We hebben hier een klein overzicht van iedereen aanwezig, de scores daarvan. En we graag een klein applaus voor de eerste. Dat is Vastgoed, Leontjes en Lagast. En ik zou graag Nele Lagast op het podium vragen. Zij hebben maar liefst 99% behaald. Dus dat is wel een zeer uitzonderlijke score. Op de tweede plaats vinden wij terug Century 21 Hippodroom en ik vraag Connie van Mol. En tenslotte op de derde plaats Imo Select en meneer Guy Breisink.